Steve de Ridder, we zijn in Horst. Met welk gevoel ben je afgezakt naar deze zomerstage? Ja, een week waar we allemaal keihard gaan werken. En hopelijk wordt het een leuke week en kunnen we verder bouwen op het werk dat we de afgelopen week nog gedaan hebben. Je hebt het nu al ongeveer beantwoord, maar wat verwacht je dan van deze week qua trainingen en zo? Ja, ik denk dat we vooral naar volume toe gaan werken. Dus dat we echt gaan proberen onze conditie op te bouwen en een goede basis te hebben voor de rest van het seizoen. Je hebt nu ook al een paar weken training met Kevin Muscat achter de rug. Hoe zijn die tot nu toe verlopen? Ja, goed. In het begin, de eerste twee weken, voor de week rust, hebben we vooral wat conditioneel werk gedaan. Zorgen dat die basis er weer is. En nu bouwen we daar eigenlijk gewoon op verder. En komt meer en meer tactisch plaatje ook in zicht.